Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met Lindsay, staat achter de camera, je gaat haar zo zien. En wij staan hier in Delft. Ik had op Instagram aan jullie gevraagd wat ik voor vintage challenge zou moeten doen. Een kijker, Joelle, heeft dit ingestuurd en ik vond het echt een super leuk idee. En er staat dus outfits die nu op paspoppen in de winkel hangen, namaken met tweedehands outfits. Dat gaan we doen vandaag en ik hoop dat het lukt, want het is een beetje lastig. Ik ga het jullie zo laten zien. Maar we gaan het gewoon proberen. Dus, let's go. We staan bij de H&M. En dit is dus de etalage. Ja. Kijk, in principe is deze kan te doen zijn. Dit wordt allemaal wat lastiger. Dit wordt het. Omdat we het toch best wel lastig vonden om het met de paspoppen die in de etalage stonden de outfits na te maken, zijn we nog eventjes naar binnen gegaan en vonden we deze paspoppen en daar gaan we het mee proberen. Dus blijf kijken als je benieuwd bent of het gaat lukken. En laat ook eventjes weten waar ik de volgende keer heen moet, naar welke winkel en waar ik het daar moet proberen. Oké, tot aan de video. Nou, we zijn er hoor. Wat is je eerste indruk? Dat is heel groot. Nou, we hebben al mandjes. Maar gaan we allebei zoeken? Geen plan. Ik wil deze doen en misschien deze. Ja, die is ook leuk. En deze. Maar ja, wil je deze proberen te zoeken? En die. Deze, hè? Ja, die is leuk. Ja, ja, ja. Let's try. We gaan eerst bij de broeken kijken. Tuinbroek. Nou, ik kan dus echt niks vinden. Ik heb alleen dit topje gevonden, wat ik best wel cute vond. Maar dat past dus helemaal niet in de challenge. Alleen ja, een kolletje. Hij is maar 1,25. Bij Lindsay gaat het op zich wel. Ik heb ja. Op zich wel best wel moeilijke outfits, maar jij... Mijn ding vindt best wel basic. Ja, kijk, ze heeft net een trui gevonden die op die broek past. Dit is ook wel een soort kool. Alleen dit is een beetje... Maar op zich kan het wel. Nee, hij is van de H&M. En ze vond deze mooi, die ik ook echt prachtig vind. Oh, sorry, wacht even. Die is ook trouwens van de H&M. Dus die kan er ook op. Ik heb nog niks. Ja, want ik moet een glitterkool en een rokje en een tuinbroek. Volgens mij gaat het hem gewoon echt niet worden. Ja, tuinbroek wordt wel een ding. Dus we hebben ook nog daar, dus we gaan daar wel even kijken. Het enige glitter wat ik zie is dit. Dit lijkt trouwens wel op de jurk in de etalage. Ik kan het gewoon meenemen. 1,95 jongens. Oké, de rokjes. Ik moet dus een zwart gezondheid... Een zwart, zwart glitterrokje. Oh. Maar het was niet glitter, het was spijker. Oh, die ruiten. Ja, neem mee. Dan moet je wel een soortgelijk Colbert dan vinden. Wit of zwart gewoon. Ik vind het, dit rokje, en het is ook in mijn maat. Misschien wel. Het is perfect voor de challenge. Kijk er nou. Ik heb dit zwarte rokje. Het is geen spijkerrok, maar... Wel een soort rokje. Ja, zo'n mooi rokje, hè? Gaat mee. Ik wilde helemaal niet deze jurk gaan doen, maar wel dezelfde kleur gevonden in deze jurk. Maar het is niet dezelfde soort jurk. Ik heb ook deze. Dit is wel een beetje dezelfde soort jurk, maar... Die is wel heel cute. Heel cute. En dan heb ik nog deze. En dit is wel zo'n soort patroon, maar ook niet dezelfde soort jurk. Dus ik weet niet waarvoor we moeten gaan, maar wat jij? Ja, of je moet, ja, we kunnen het altijd passen. Het is gewoon inspiration. Ja. Het is niet precies hetzelfde, maar... Nee, dat gaat ook niet lukken. Dit is wel echt precies dezelfde kleuren. Dat wel. Ja, het is wel leuk. Ja, ik neem het gewoon allemaal mee dan. Ja, gewoon proberen. Lins, ik zie trouwens wel die schoenen. Oeh. We hadden van die soort enkellaarsjes. Ja, wel. Het was volgens mij niet gelijk met zo'n sleeak, maar... Hier heb je ook nog schoenen, Lindsay. Oeh, deze zijn best mooi. Ik weet wel dat ik een bomber heb. Ja. Ik zie een neon kleurtje daar. Kijk eens. Nee, is echt niet te doen. Ik zie wel dit. En dit. Is wel neon, of is wel groen. Het komt wel in de buurt. Ja. Ik zou het even in je mandje doen. Kijk, hij is maar 9 euro. Dit is vroeger ook zo in, hè? Deze jassen met dit. Die zie ik nog steeds wel. Ja. Ik wil nog proberen een zwarte kool te vinden. Het liefst glitter.
We hebben het echt heel moeilijk voor onszelf gemaakt. Ik kan misschien wel jouw broek misschien vinden dan ook die look doen met deze trui. Mm-hmm. Deze is echt heel mooi. En van de H&M een Ash. Nou, switching plans. Gooi het erbij. Deze kleurcombinatie. Help. Bij deze look zit er zo'n lakleertasje. En nu vind ik geen fanny pack. Best wel leuk, kijk. Ook klein. En lakleer. Dat is erg lastig. Ik vind ook dat bij H&M, het was niet echt iets basics, maar best wel dingen. Dus ga kijken of ik toch nog zo'n broek kan vinden. Moet lukken. Moet lukken, mensen. Lindsay vindt net een soort van kool. En ik haal het zelf van dit soort dingen. Dus op zich kan het wel. Maar het is nog niet helemaal. Ik ben nu bij de kinderkleding. En misschien kan ik wel hier een tuinbroek vinden bij de kinderen. Zie je, dat bedoel ik. Oh mijn god, maar welke maat is dit? Nee, dat pas ik nooit. Ik heb een tuinbroek gevonden, maar voor kinderen. Oh. Je hebt er ook soms maat 164, dat pas ik. Precies. Maar dit, ja, ik weet niet, ik kan... Niet in. 122. Oh, dat nee, dat was ik niet. Nee. Die broek is best groot. Oh my god, hoe cute is dit? Lindsay, kijk hoe cute. Mimi. Nee, hè? Mm, hij is heel kort ook. Hij is wel heel kort, maar dat gaat. Je kan het proberen. Ik pas hem in. Weet je? Ik weet het, ik was wel. Ja, daarom. Als ik hier in was. Ja, ik zou het gewoon proberen. Gewoon alleen al voor de grap. Gewoon. Ik zou hem meenemen. Oké, nou. Ik ga meenemen. Ja, ik zou het gewoon doen. Ik weet niet wat dit is bij kinderkleding. 1 euro. Misschien wel een tuinbroek. Of een glittertop. My friend, where are you? Lindsay. Het is wel neon. Ja, nul. Nee, helaas. Ik dacht, ik vind een kool van de Wii XS. Maar het is helemaal gekrompen. Dit is gewoon in de was gekrompen. Hebben ze gewoon bij de kinderkleding gedaan. Okay. Dit is de eerste look. En dit is zo'n zwart rokje met die neon turtleneck en een neon jas. En die lak ding, laktasje. Nou, ik heb natuurlijk geen neon gevonden. Wel... En het is best wel leuk. Ik vind dit topje echt heel erg leuk. Dus die ga ik denk ik ook gewoon meenemen. Ik heb een rokje. Het vindt eigenlijk wel heel leuk staan. En nu moet dus dit er nog op. Nou, hier ben ik wat minder blij mee. Maar ik ga het ook zo off-shoulder doen. En dan heb ik natuurlijk nog het laktasje. Ik heb ook geen sneakers kunnen vinden. Dit is natuurlijk wel een risico als je naar één kringloop gaat. Het is gewoon inspired by. Oké, dit is het. Ik heb het tasje als een soort van fanny pack gedaan. En die jas. Ik ga niet goed erop. Dit ziet er toch niet uit, mensen. Ik ga nu naar Lindsay toe. Lindsay heeft dus deze. Let us see. Laat maar zien. Hey! Oké. Okay. Ja. Best wel mooi. Kijk, zie je, die rok staat jou gewoon. Op de een of andere manier vind ik het met die trui zo. En dan met de schoentjes. Ja, ik vind die rok echt heel leuk. Oh, maar hij is niet. Ik heb hier dus even een knoopje gedaan om te laten lijken als fanny pack. Maar het topje is leuk, hè? Met van die ruffles. Ja. Dan. Ja. Er zitten hier allemaal mensen. Die gaan echt denken, wat is er aan? Nee, dat is hem niet. Zou je het pas? Nee. Die groen, maar dat, oh, die kleur ook. Wacht even, Lindsay. Kijk. Hey. Kleur is echt... Ja, maar nee, joh. Wat vind je? Ik dacht gewoon, dan moet je echt doen. Ja, dat is zo. Geluk hebben. Wie dacht nou dat ik in 122 past? Kijk. Ik krijg het niet over mijn ass heen. Ik vind het echt heel jammer dat er geen tuinbroek is. Gewoon nul tuinbroek. Alleen één dus van 122 bij de kids. Dit wordt hem niet. Mission failed. Jullie herinneren je allemaal deze glitter outfit nog. En het enige glitter wat ik heb gevonden is deze. Zo, glitterlookie, hè? Dit is die tweede look, hè? Het is geen strik. Maar ik vind wel de kleur van de trui is wel echt een beetje similar. Het
Ja. En ook van H&M, hoe grappig. Ja, inderdaad. Gewoon met een broekie. Het is helemaal niet zo verkeerd. Ja. Nou. Dit is onze attempt. Hè? Ja. Nou, eigenlijk nog best leuk. Ik dacht dat het niks was. Ja. Valt nog mee? Ja. Nou. Nou. We hebben het toch nog best goed gedaan. Ja. Die broek staat trouwens ook heel mooi, die pantalon. Wel strak. Met je S komt er goed in uit. Nou, hé. Hey, 3,95. Nou, voor een pantalon, ik vind die duur. 1,95. Nou, hele kerstoutfit. Nieuwjaar. Ik ben er. Ja. Dit doe ik aan. Ik heb deze look nu geprobeerd na te maken. En ik had natuurlijk deze superleuke glittertrui gevonden. En ik heb hem, zeg maar, dat is echt een truc. De onderkant onder je BH doen. Dan heb je, zeg maar, een cropped versie. En ik heb dus de broek van Lindsay, die Lindsay niet past, heb ik aan. Hij past. Omdat we er een stiekje hebben gedaan. Ik ga stuk. Maar ik vind het wel een lookie. Die broek, ik vind het zo jammer dat die, zeg maar, te breed is. Oh. Oh, maar het is best wel. Snap je? We did it, Lindsay. Ja, zo. Ik had het niet verwacht. Hè. Ik ook niet. Ja, maar girl, ik ga het nu aan jullie laten zien. Ik vind het jammer, mensen. Helaas. Ready? Ja. Ook haar vorm is hij wel. Ja, hij is wel mooi op zich. Net zo'n Disney prinses. Even buiten de video. Dit was het eerste blouseje wat ik vond. En het is zo'n mooie outfit. I love it. En dit ook. Het is echt leuk. Het is echt leuk. Ik weet het niet. Binnenachtig. Ja. Dat lijkt het op. Mooi. Het is echt prachtig. Je ziet het ook echt op camera. Ja. Love this. En dit gaat sowieso mee. 2,95 mensen. Deze gaat ook nog mee. Buiten de challenge om. Lindsay, neem jij nog wat buiten de challenge om? Nee. Ook niet die trui? Nee, ja. Ik weet niet. Wil je nog een rondje doen? Dit is de blouse. Echt heel lang zeker. Ja, hij is heel lang. Terwijl de bovenkant niet. Dit is de blouse. Die is zo grappig weer neergezet. Oei. Het is kind of gelukt. Ja. Ik vond het best goed. Ik ook. We hadden denk ik gewoon een beetje hoge verwachtingen. Ja, dat klopt. We dachten gewoon exact precies dezelfde dingen vinden. Maar dat kan niet. Nee, dat kan gewoon niet. Maar ja, tenzij je echt naar meerdere kringloopwinkels gaat. En misschien moet ik dat volgende keer doen. Zeg maar, zoek tot ik het echt vind. Laat maar even weten. Het kan wel. Het kan. Het is mogelijk. Ja. We hebben wel inspiratie ervan gedaan. Ik vind het op zich best wel nog gelukt. We hadden alles in dat mandje gegooid en dachten echt, nou dit wordt niks. Ik dacht ook, zal ik deze video nog wel maken? Want dit wordt hem gewoon volgens mij niet. Maar ik ben blij dat we hebben gedaan en ik ben blij dat je mee wilde. Ja, en ik ga, even laten zien, deze nemen. Dit ruffle dingetje, wat ik wel heel cute vond. Deze 1,95 en natuurlijk de blouse. Voor 2,95 of zo? Of was het 2,95? Zoiets. Ik denk dat je sowieso heel veel dingen kan vinden. En we hebben vet veel dingen van de H&M gevonden. Ja, dat is ook wel toevallig, zeg maar. Ja. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Bye.